Donderdagavond 17 april verzamelden zich in het diepste geheim een groot aantal mensen in het café van een Brabander in Elsendorp voor Tini Jansen. Zijn gezin, familie, mensen uit het verenigingsleven van Elsendorp, mede-collega's uit de organisaties waar Tini intensief bij betrokken is en alle Elsendorpse inwoners die eerder gedegradeerd zijn. In de zaal werd de jaarvergadering van de jarige muziekvereniging Elsendorp gehouden. Deze vereniging werd exact op deze dag 35 jaar geleden opgericht. De vergadering werd voorgezeten door voorzitter Tini Jansen, tevens de medeoprichter van muziekvereniging Elsendorp. En toen werd de vergadering onderbroken door Hanny Pennings namens dorpsoverleg Elsendorp. We vinden eigenlijk van jullie belangrijk, dat willen wij met meerdere mensen doen. Dus wij willen eigenlijk vragen of we echt binnen mogen komen. Wat zegt de vergadering ervan? Burgemeester Jan van Dromeren kreeg het woord. Geachte heer Jansen, beste Tini. In 1979 was u medeoprichter van toen nog de fanfare Elsendorp en u zat in de tijd in het oprichtingsbestuur. Ook bent u medeoprichter van het Blaaskapel Goed Zat, vaak met carnaval, ook hier ontmoet. De jeugd is voor u heel belangrijk. U probeert waar mogelijk de jeugd ergens in te betrekken. Sinds 2004 is het dorp Elsendorp zeer actief om de leefbaarheid te verbeteren. Al vele malen is het dorp als voorbeeld genoemd in het kader van zelfwerkzaamheid, zoals bij Zorg op Maat, de woningbouw en de MFA. U bent betrokken bij twee commissies, de commissie 1500 en de PR-commissie. En ook zag u kans nog een passie te verwezenlijken, een kenniscentrum oprichten voor coöperaties. In 2005 al reikte bij u het idee om een internationaal centrum voor coöperaties tot stand te brengen. Veel mensen heeft u enthousiast gemaakt voor het idee om een thuis voor coöperaties tot stand te brengen. Juist omdat de bakermat van de coöperatie bij ons hier in Geemert-Bakel ligt, bij Pater van de Elzen. En in die passie om dat te verwezenlijken, daar geloven wij nog steeds in. Je bent een enorme inspirator voor het hele dorp, maar ook erbuiten. Je hebt een duidelijke visie en weet hiermee iedereen te enthousiasmeren. Je bent trots op Elsendorp, je weet het gevoel over te brengen naar het hele dorp, maar ook ver naar buiten. Er gaat geen vakantie, daar is die weer, op zakenreis voorbij en je hebt de sjaal gepromoot. Niet voor niets werd je genoemd als belangrijke hoofdrolspeler in het boek Ik is Niks. Over vitale coalities rond wonen, zorg en leefbaarheid van Ton Batens. En daarom nu officieel, geachte heer Jansen, tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van uw activiteiten, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de heer Martinus, Jacobus Maria Jansen te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En ik wil graag overgaan tot het uitreiken van de koninklijke scheiding. Namens muziekvereniging Elsendorp sprak Jozef van Bommel. Willy Donkers, voorzitter dorpsoverleg Elsendorp, sprak namens het bestuur en alle organisaties, PR-commissie, commissie 1500, commissie Energiek en zijnde in oprichting de dorpscoöperatie. Frits Swinkels, directeur Rabobank Rotterdam, sprak namens het internationaal coöperatief centrum Geemert. Dat begon al toen ik haar de eerste keer leerde kennen. Ik stelde me voor, Frits Winkels, de Rabobank. En hij kneep in mijn hand, dames en heren. Ik denk, die hand heb ik voorlopig niet terug.
De vraag was, weet jij wie de Rabobank heeft opgericht? Met die priemende ogen, scherpe blikken is al gezegd. Dus ik wist gelukkig het antwoord, het Pater van Elzen. Hij ontspande een beetje, even, kneep weer door. Weet jij naar wie het dorp Pater van de Elzen, hè, waar dat ik in dat dorp woon? Zeg, wist ik niet, maar goed om te weten. Dus, en toen sprak hij, en in dat dorp waart nog steeds de geest rond van Pater van Elzen. Tini Jansen, lid in de Orde van Oranje Nassau. Zeer verdiend.